je veel reacties gehad naar je doelpunt gisteren? Jawel, zeker, zeker. Veel DM's gekregen, veel berichten van vrienden en familie. Veel nieuwe volgers? Ja, dat ook zeker. Ik denk al 300-400 erbij gekregen. Okay. Ik ben zeer geïnteresseerd in onze jeugdteams, in onze jeugdcoaches, belangstelling tonen, maar ook gewoon ervan genieten. Zien hoe ze gisteravond bijvoorbeeld met 2-0 van Duitsland winnen. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om de jongens bezig te zien, om de slaven bezig te zien. Prachtig, prachtig. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi als je dat tegen die jongens zegt. Ja, de assistent van Ronald Koeman zit hierbij met zoveel ervaring. En ook voor mezelf, de feedback die mij geeft. Dat zijn gewoon super leerzame momenten. Ik had hem wel vaker gezien op tv, maar ik ken hem nooit echt bij naam. Maar het is wel gewoon mooi om te zien dat zeg maar, de assistent van de Grote Oranje bij training aan het kijken is. Ik doe sowieso altijd mijn best, maar het geeft het toch wel die extra kick gewoon. Wat merk je van de reacties van de jongens dat jij hier als assistent bondscoach bent? Nou, eigenlijk niet zo zelf. Ik let er ook niet op, dus ik heb geen idee. Maar ik heb het idee dat de staven, of de staf, dat die dat juist wel leuk vindt. Hè. Daar merk je het wel aan. Hè. Je kunt mooi sparren met mensen, ze zijn heel open. Ze weten dat ik niet kom om te spioneren of wat dan ook. Ik kom gewoon om mee te kijken en misschien wel mee te sparren met dingen. En ze leren mij wat, maar ik probeer hun ook wat te leren of mijn bijdrage te leveren. Hoe vond jij het Tristan gisteren? Hoe vond je het gisteren in de wedstrijd? Hoe vond je het voor jezelf gaan? En met je team? Redelijk goed gaan, denk ik. Ja? Ja. Kun je ook een beetje aangeven, want jij speelt rechtsback dan, hè? Je speelt tegen een 4-4-2 met een ruit. Wat waren de problemen of waar lagen de oplossingen? Een beetje met doordek was het een beetje lastig. Ja, ja, als je met bepaalde jongens praat, die kunnen dat echt gewoon ook heel, heel goed vertellen. Dus dat blijkt ook wel dat de opleiding die ze krijgen, dat die goed is. Dat ze ook zelf na kunnen denken. En dat ze heel goed kunnen bepalen van wat is nou goed en wat is nou niet goed. En hoe kan ik dat beter doen. Ja, dat is wel mooi hoor, dat is wel mooi. En in balbezit moesten jullie als back zijnde hoger op gaan spelen of juist lager? Ja, bij de opbouw moesten we eigenlijk lager. Lager, ja. En weet je ook waarom? Zodat je dan meer opties hebt, denk ik. Achterin. En als hun twee spitsen hebben, dan zijn eigenlijk jouw twee centrale verdedigers zijn bezet, hè? Dat klopt, hè? Ja. Waar haal je dan je extra man weg? Dan kun je zeggen van het is je linksback, je rechtsback. Bij Oranje zijn er natuurlijk ook jongens doorgebroken in de afgelopen jaren, hè? En dat zijn ook die jonge talenten, die hebben hier jaren 5 geleden ook gelopen. De Frenkie de Jongs en de Bergwijns en noem ze maar op, hè. Ja, daar droom ik zeker van. Dat is wel gewoon een van mijn grote dromen, ja. Ja. Heb je al eens gedroomd ook over je debuut? Ja, daar heb ik zeker ook gedroomd. Ik denk het perfecte debuut voor mij is denk ik toch wel scoren. Ik denk wel in de arena tegen Duitsland. Ja. Dat is toch wel een kraker. Ja, is toch wel een kraker, ja. Zeker. Er komen gewoon ook veel talenten door. En ik denk ook gewoon dat ze echt goed begeleid worden. A, bij hun club, maar ook zeker hier bij Oranje met een kundige staf. Moet je eens kijken hoeveel mensen aanwezig zijn. Dus ze hebben alles, hè, alles om informatie in te winnen, om expertise, om in trainingen goed te presteren. Om, ja, dus, ja, er staat iets moois te gebeuren, lijkt het wel. Hè? Hoe belangrijk is het eigenlijk voor die jongens om dit soort wedstrijden te spelen? Nou, ik kan het in één woord bijna zeggen. Onbetaalbaar is het eigenlijk, hè. Ze doen zoveel geweldige vlieguren op in jonge gasten die in zo'n veld staan. En voor hun, je merkte het, was heel stil. De spanning, speel niet elke dag tegen Duitsland. En dan met een 2-0 overwinning van het veld af, ja, dat geeft je ook vertrouwen.
aan de filmpjes. Neem je tijd. Wacht met die schijf in de fluit. Ademen. Whatever. Routine. Neem genoeg afstand. Moeilijk voor de schijf en voor de keeper. Mijn naam is Daniel, Timo, Maxime, Lars en Rafael. Zelf bepalen, zelf bepalen. Kom op, boys. Kom op, boys. Kom op, boys.